Deze beschouwing die gaat over materialisme, denk ik. We zullen kijken waar het schip strandt. Er is veel over te zeggen hoor, over materialisme. Dus misschien als ik erover ga beginnen, dat ik dan eindig bij een onderwerp waarvan ik denk, nou dat moet in de titel. Dat zou kunnen. Nou, jij weet dat nu al. Want jij kan de titel zien. Ja, zo gaan die dingen. Rapiri, dat betekent dat jij dus niet van tevoren helemaal een schema maakt. En dat het eigenlijk maar een beetje amateuristisch geouwehoer is van jou. Dat heb je dan heel erg goed in de gaten. Ja. Ik heb er lekker een kopje thee bij. En ik beschouw mezelf als een van de meest gelukkige mensen van Arnhem en omstreken. Arnhem EO. Het is nu maandagochtend en mijn dienst begint om 3:00 vanmiddag. En dan mag ik weer aantreden en achter de waskar gaan staan. Dat is een leuke plek waar ik vanmiddag naartoe moet. Dat is een activiteitencentrum voor gehandicapten. En dan kom ik pas om 3:00 en dan zit voor hun de dag er zo'n beetje op. Ja, moeten ze nog even. Maar rond een uurtje of 3:30, 4:00, dan taaien ze allemaal af. En dan uiteindelijk gaat de begeleiding ook naar huis en dan heb ik het hele gebouw voor mij alleen. Zeg maar vanaf 4:30 of zo. Dan ben ik daar moederziel alleen. Dat is lekker relaxed. En dan werk ik door tot 7:00. En dan is het een soort dansje maken bij de voordeur met de beveiligingstoestand, code, bliep, bliep, bloep, bloep. Dan moet je snel de deur uit, want dan is het een bedebok. Ja, dat wordt leuk. Ik ben erg gelukkig en ik heb niet veel spullen. Dus als je het hebt over materialisme, ik ben niet materialistisch. Ik ben wel zuinig op de spullen die ik heb. Dat wel. Dus ik heb nog 2 gitaren. En ik had er 5 of zo. Ik had 5 gitaren en een ukulele. Nou, die ukulele was eigenlijk van mijn dochter. Nou, die ukulele die ligt momenteel bij mijn moeder. Die is mijn dochter een keer vergeten. Moet zij weten. En die gitaren, die drie echt goed verkoopbare gitaren, heb ik verkocht. En dat geld heb ik uitgegeven in Albert Heijn. Niet voor drank en sigaretten, maar voor eten. Ik was toen al gestopt met drinken. En roken. Nou ja, je moet toch eten en er moest huur betaald worden. En de belastingdienst deed moeilijk. En die moet je dan ook afkopen, zullen we maar zeggen. Ja. Ach. Kijk, als je niet geeft om spullen. En dat geef ik dus wel. Ja, dat wil ik nog even vertellen. Want kijk, ik heb dus 2 gitaren behouden. En die gitaarkoffers heb ik ook ergens netjes staan. Daar kan ik zo bij. En die gitaren die hangen momenteel in mijn woning aan de muur. Lekker veilig. Dus als ik wat wil spelen op die gitaren, kan ik ze zo pakken. En als ik ergens naartoe moet en ik moet ze meenemen, dan kunnen ze in de koffer. En met die gitaren gebeurt helemaal niks. En ik heb nog 2, 3 boekenkasten. En die boeken staan daar netjes achter glas. Dus dan worden ze ook niet vies. Oh, en ik heb nog een boekenkastje in de gang. En die boeken staan dan niet achter glas. Maar ja, dat is dan zo. Dus daar kan ik niks aan doen.
Daar heb ik geen zin in om daar nog iets voor te gaan doen, hoor. Ja, die boeken die ik nog heb, en ik had er echt meters aan boeken, hè? Dat was na die scheiding, toen kwamen al die spullen, die kwamen al die boeken dan met name. Het enige wat ik mee heb genomen uit die scheiding, dat waren mijn kleren, mijn muziekinstrumenten, mijn gereedschap, mijn computers en wat erbij hoort. En mijn boeken. Zelfs mijn stereo-installatie was ik kwijt. Ja, en mijn boxen, die heb ik nog weten te redden. Maar mijn mooie Nakamichi cd-speler, Ayu Paraplu. Een goed apparaat was dat, hoor. Jammer dat ik, ja, goed, scheiding. Shit happens. En dan de boeken die ik nog heb, ja, die staan netjes. Niet op alfabet, dat nog net niet. Maar wel op categorie. Dus als ik een boek nodig heb, dan kan ik het zo vinden. En zoveel boeken heb ik niet meer, want na die scheiding kreeg ik dus al die boeken. Dat had mijn ex op zich goed geregeld. Dat ze dozen geregeld van de markt, denk ik. Ik denk dat ze daar een mannetje voor in heeft geschakeld. Zo'n typeje is dat wel, hè? Van, oh, dat vraag ik wel even aan Gerard. Die doet dat wel. Dan heb je altijd van die domme mannetjes en die doen dat nog wel even. Want ja, je kan toch niet een vrouw dingen laten doen, hè? Dat is niet feministisch, hoor. Oh, maar het is toch de eigen scheiding? Het is, de kan ze toch wel zelf doen? Nee, dat is niet feministisch. Feministisch is dat zo'n vrouw in zo'n scheidingssituatie, dat die geholpen wordt door een man. En dat is nou ook feministisch. Ja, je lacht je kapot met de Nederlandse samenleving. Wat een stelletje sukkels zijn het eigenlijk. Maar goed, toen kreeg ik al die boeken. En toen heb ik Wim gebeld, Wim Kruidentuin. En gezegd van nou, ik wil dit niet allemaal houden. Daar heb ik geen zin in. Dus Wim is langsgekomen om al die boeken. Ja, ik heb eruit gehaald wat ik wilde houden. Nou, dat was 10% of zo. En dat heb ik nu nog. Ja, nog wat minder, want sinds die tijd heb ik nog een keer grote schoonmaak gehouden. En dat heb ik eigenlijk ook niet nodig. Dus met 10-20% of zo heb ik behouden. En de rest, ja, dat moest naar het antiquariaat. Nou, Wim die zei nog, oh, maar dit is een leuk boek. Oh, maar dat vind ik ook een leuk boek. Oh, nee, maar die wil ik wel hebben. Ik zei, nou, dat is goed, joh, die zijn van jou. En de rest van die boeken allemaal in de Clio. En naar het antiquariaat toe. Daar kreeg ik voor de hele verzameling €30. En Wim was helemaal beledigd. Plaatsvervangend beledigd. En nou zegt, er zaten hele mooie boeken tussen. Maar €30, ik vind het een schande. Ik zeg, nou, ik vind het geen schande. Toen hebben we die €30 opgesopen in de kroeg. Was een leuke middag. Ik vind het altijd lekker als je alcohol gaat. Ik drink nu geen alcohol meer, maar als je dan toch alcohol gaat zuipen, dan vind ik de middag vind ik het leukste moment om te gaan zuipen. Als dan de avond komt, dan heb je lekker veel bier in je buik en heb je toch geen honger. En dan lekker doorroken, wiet erbij, hash erbij. En dan, ja, dan begint de avond en dan ben je al lekker aangeschoten en dan doorsuipen. Ja. En dan, is het alweer zo laat? En dan naar huis waggelen. Ja, met veel plezier denk ik daaraan terug. Aan die zuipmiddagen. Hey, ik ben geen materialist. Die boeken dus, hè? Laat me gaan. En de boeken die ik nu nog over heb, die, ja. Hey, daar moet je wel van afblijven. Dat zou ik niet leuk vinden als ik daar ongevraagd eentje van ga missen. Daar hou ik niet van. Dit zijn wel mijn boeken.
Na al die jaren. Er zitten boeken tussen, die heb ik gekocht toen ik 20 was. Die heb ik al 40 jaar. Al die tijd heb ik ze nooit weggegooid. Of uitgeleend. Al die tijd gedacht van nee, die hou ik zelf wel. Dat geldt voor mijn instrumenten ook. Mijn twee gitaren die ik nog heb. Die ene gitaar, die gitaar heb ik gekocht toen ik 20 was. Die heb ik al 40 jaar. En die andere gitaar, die heb ik gekocht toen ik 26 was of zo. Nee, iets ouder. Dat heb ik alweer 30 jaar. En voor de rest, ja, ik heb een kast. En die staat in de kamer waar mijn dochter vroeger verbleef. En daar is dat gereedschap. Dat zit in keurige dozen, dingen. Dus ik ben er heel zuinig op, hoor. En als ik eens wat nodig heb, ja, het zit allemaal heel overzichtelijk in handige plastic bakkies. Ik kan alles vinden, hoor. Dat is met spullen vind ik belangrijk, hè, dat je ze kan vinden. Want als je je spullen niet kan vinden, dat staat gelijk aan het feit dat je ze kwijt bent. Ook al ben je ze dan niet kwijt, dat je wel weet dat je het ergens hebt, maar je kan ze niet vinden. Ja, wat heb je er dan aan? Had je ze net zo goed kwijt kunnen zijn. En dan ben je dus niet zuinig op je spullen. Dus ik ben wel zuinig op mijn spullen, maar ik geef er niet om. Ik vind het wel handig, ja, gereedschap, het is toch wel prettig. En dan heb ik niet heel veel. Ik heb twee boormachines. Twee boormachines, dat is één te veel. Nee, die ene boormachine is echt om in de muren. Boop. En die andere is een schroefboormachine. Dat is handig als je een IKEA-kast in elkaar moet zetten. Dan heb je niet van die pijnlijke handen. Dan gaat gewoon de schroefboormachine. Nee, ik hecht helemaal niet aan dingen. Nooit gehad. Ik weet nog een keer, was ik klein, was ik een jaar of 8. En ik was aan het spelen in de flat. Ik woonde op een galerijflat. En toen was er een oudere man en die zei dat hij cadeautjes had. En ik mocht komen uitzoeken. Heel gek verhaal. Nou, dan ging ik met die man mee naar binnen. Ja, totaal onverantwoordelijk natuurlijk van mij. Maar ik was echt nog maar 8, hoor. Ik was zeker geen 10 of zo. Zo'n klein kereltje in een korte broek. En ik met die man mee naar binnen. En ik herinner me nog dat die woonkamer, die was enigszins opgeruimd. Maar de gordijnen die waren half toe. En het was schemerachtig in die een beetje duistere woning. Nou, zeg verder niks, maar. En op tafel, op de salontafel, lagen inderdaad allemaal spulletjes. Speelgoedjes. Kleine dingetjes. Die hadden niks met elkaar te maken. Hoe die man er nou aan gekomen is, vraag ik me achteraf af. En hij zei dus tegen mij, nou, je mag meenemen wat je wil. Kies maar wat je wil. En ik keek er zo naar en ja. En één dingetje, daarvan dacht ik van ja, nou, daar heb ik wel wat aan. Ik zei, nou, dat dingetje zou ik wel mee willen nemen. En die man zo heel verbaasd tegen mij van, alleen maar dat dingetje? Maar je mag zoveel pakken als dat je wil, hoor. En ik zo, nee. Alleen dat dingetje, voor de rest hoef ik helemaal niks. Nou, zei die man, nou ja. Nou, dan mag je dat meenemen en toen heeft hij me naar buiten gelaten. En achteraf bedenk ik dan, hè, van, ja, wat zou er nou gebeurd zijn als ik hele grote ogen had gekregen en dan heel begeerlijk had gezegd van, nou, ik wil alles wel. Kijk, niemand wist dat ik met die man mee naar binnen was gegaan.
Niemand heeft mij gezien. En die man, die kende ik verder niet. Ik heb hem daarna ook nooit meer gezien. Dus ja, dat zet je zo'n beetje aan het denken, hè? Dan was dit een soort Marc Dutroux. Een kinderlokker. Ja, dat denk je dan achteraf, hè? Van, ik ben gered van een kinderlokker doordat ik niet materialistisch ben. Spullen zeggen me niks. Ja, om te gebruiken. Ik heb nu nog een hele mooie geluidsinstallatie. Maar die gebruik ik niet meer. En ik zei tegen mijn dochter van dat ik die hele meuk van plan ben om te gaan verkopen. En zij zo, nee, maar die wil ik hebben. Die wil ik hebben. Ik zeg, meisje, het is een installatie van duizenden euro's. Ja, maar ik ben bezig met een HBO-opleiding en zo dadelijk heb ik een goed salaris en dan kan ik het wel betalen. Dan denk ik, ja. Nou ja, ik weet niet wat ik ermee moet. Ik bedoel, ik ga natuurlijk niet die installatie voor een paar duizend euro verkopen aan mijn eigen kind. Daar heb ik ook geen zin in, hoor. En het is een hele mooie installatie, maar ja. Tegenwoordig. Het is echt zo'n audiofiele installatie is het. Ah, ik weet het niet hoor. Ik denk dat ik hem toch maar gewoon verkoop. En dat mijn dochter dan maar. Oh, je hebt hem verkocht en ik dacht dat je. Nou, misschien. Hij staat nu nog niet echt in de weg. Dus, maar hij zit wel op de schopstoel hoor. Ik denk, weg ermee. Ik ben niet gehecht aan spullen. En voor mij de waarde van het leven, want het leven heeft wel waarde. Maar de waarde van het leven zit hem in dat wat ik doe. En de waarde van het leven zit hem in dat ik gelukkig ben. En afgelopen vrijdag heb ik gewerkt. Ik heb zo'n beetje elke dag gewerkt. Elke werkdag, door de weekse dag gewerkt. Nou, vrijdag had ik ook gewerkt. Een vrij lange dienst gedraaid. En toen ging ik aan het eind van de dag, om 5:00, 4:15 ging ik weg. En die bewoners, ik zit in de gehandicaptenzorg. Allemaal zwaaien en gedag zeggen en heel blij en. Oh, daar gaat Perry. En dan mij vragen van, en wanneer kom je weer? Ik zei, nou, ik kom woensdag. Dus overmorgen. En dan mag ik helemaal niet zeggen van een van die begeleiders. Dan zeg dat nou niet wanneer je weer wel komt. Want dan gaan ze er helemaal op rekenen. En als je dan niet komt, nou, dan hebben wij een groot probleem. Ja, ik kom toch. Ik kom woensdag. Dus ik heb het lekker wel gezegd. Haha, na. Maar er was toch geen begeleider bij. Kijk, daar ga ik hartstikke blij naar huis. Heel gelukkig ben ik dan. En dan kan je je afvragen, ja, maar Perry, waarom? Ja, jij hebt een intellect, gelijk Albert Einstein en. Jij bent echt zo iemand. Je kan wel 10.000 euro in de maand verdienen. Met je ingenieurstitel. Ja, dat is ook zo. Dat doe ik niet. Ik zou niet weten wat ik met dat geld moet. Serieus niet.
Ik leef momenteel van €50 in de week aan noodzakelijke boodschappen, zoals eten en schoonmaakmiddelen. En dat is het dan. Dus dat is €200 in de maand. Ongeveer, ietsje meer. Nou, dan heb ik een huur van 370. Dus nu heb ik totaal 600. Nou, dan moet er nog een beetje Nuon dinges. Maar de Nuon die rekent mij bijna €80 in de maand. En die jokers die ga ik bellen binnenkort. Want, ja, hier klopt iets niet. Dus daar ga ik geld van terugkrijgen van die jongens. Ja, dan heb ik nog iets anders wat ICT kosten. Ja. Dan gaat het €35 in de maand. Ik heb geen tv, dus dat is makkelijk. Ik hou niet van tv, word er zaggerijnig van. Maar heel lang niet hoor. Ik heb al 10 jaar lang geen tv. En het is ook zo, als ik bij mijn moeder kom, dan staat er wel eens de tv aan en dat vind ik vervelend. Daar zeg ik nou ook wel eens wat van. En dan gaat hij uit. Nou, geen tv, heb je ook geen tv-abonnement. Nou, scheelt weer. Nou hoorde ik bij online dat, dat is mijn provider, dat mijn abonnement met alleen maar internet en geen tv, dat het eigenlijk niet meer kan. Ja, dat is niet meer van deze tijd, meneer. Je moet toch minimaal ook tv hebben? Ja, en dan €50 in de maand gaan betalen. Ja, allemaal hoela. Ja, dan kan het dan wel doorgaan, maar dan moet ik wel mijn internet gaan upgraden naar 100 megabit per seconde. En daar moet ik dan weer extra voor gaan betalen. Nou, die 100 megabit per seconde heb ik helemaal niet nodig. Maar ja, het is te overzien. En het is natuurlijk niet vervelend dat je heel snel internet hebt. Ik heb hier een server in mijn huis. Voor Wim Kruidentuin. En dat is toch wel leuk als ik dan wat sneller internet heb, dat de mensen wat sneller kunnen serveren. En dat ze dus naar die server gaan. Maar ja, zoveel data komt er niet uit. Maar als ik sta te uploaden, want al die mooie beschouwingen die ik op het internet zet, die moet ik dus wel uploaden en dat kost mij wel een kwartier of zo. En als ik sta te uploaden, dan is de website van Wim kloten te bereiken. Is wel te bereiken, maar zo langzaam dat mensen afhaken. Nou, en dat wordt dan beter als ik dan moet upgraden. Ik zal ze dadelijk maar eens gaan bellen met de Nuon en online. Om alles even te regelen. Kijk, voor mij is het leven iets heel bijzonders. En naarmate ik ouder word, des te bijzonderder het leven is. Des te dankbaarder ik ben. Ik ben ook heel dankbaar voor het leven dat ik geleid heb. Door 4 relaties gehad met vrouwen. Alle 4 de relaties, dat was 1 grote ramp. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ja, klinkt een beetje gek, maar door nu heb ik dus in mijn leven geen vrouwen meer. Klaar ermee. Het was voor mij een les. Die 4 relaties met die 4 vrouwen.
een mooie les. En die heb ik dan met vlag en wimpel afgerond. En ik heb nu een dochter. En dat is ook een vrouw, dus. die hebben ook van die vrouwenstreken, hoor. Ja, ik zie het. Dat is de moderne vrouw. Dat is de vrouw, de West-Europese dame. Een dame met streken. En een grote mond. Maar het is niet mijn schuld dat mijn dochter zo geworden is. Het is zelfs haar eigen schuld niet. Het is puur een product van de maatschappij. En haar moeder. En die moeder heeft seks gehad met de vader. En daar wil ze dan natuurlijk niet over hebben. Maar af en toe komt het er wel uit. En dan heb je toestanden en drama's. En ja, een hoop gesodemieter. En ik zie dat nu ook zo, hè. Want de moeder van mijn kind, die heeft een ongelooflijk vervelende jeugd gehad. En die is helemaal verhard. Met een D van Dirk. Versteend, kan je ook zeggen. Verhorend, kan je denk ik ook zeggen. Verskleroticeerd, dat is ook een goeie. Kortom, heel gevoelloos geworden. In haar eigen beschouwing dan, hè? Dus als zij wat doet en een ander heeft er last van, dan haalt ze haar schouders op. Het interesseert haar echt helemaal niks. En als een ander iets doet wat bij haar iets triggert of zo, hè? Wat bij haar een herinnering oproept van vroeger. Of iets anders. Of recent. Jongen, dan gaat ze helemaal uit de platen. Ja, wat een type is dat, zeg. In die 10 jaar dat ik met haar ben omgegaan, heeft zij 50 feestjes verregend. Daar is dan de algemene noemer. Het varieerde van vlak van tevoren zeggen dat je niet meegaat. Terwijl iedereen op je rekent dat je komt. En dan ga ik dan maar wel, want dat is afgesproken. En dan kom je daar in je eentje en dan kijkt iedereen je heel raar aan. En zegt van, hé, waar is de moeder van je kind? En je kind? Waarom kom je in je eentje niet met z'n drieën? En dat je moet zeggen van, ja, een beetje als een boer met kiespijn. Een beetje een raar verhaal, maar ja, en als je dan een feestje hebt met twee echtparen. Ja, en dan is een van beide echtparen alleen papa is er. En de mama en het kind ontbreken. Ja, dat is nogal behoorlijk verstorend, vind je niet? Zeker als je gaat barbecuen en er is allemaal vlees ingeslagen. Voor, even kijken, 7 personen en dan zijn er maar 5. Ja, heb je toch voor 2 personen te veel ingeslagen. Vijftig feestjes heeft ze verpest. Ongelooflijk. Ik ben nu aan het luisteren naar. Ik ben een studie aan het maken. Van het Hebreeuws ook. Ik ben Hebreeuws aan het leren. Dat is erg leuk. Dat is maar een paar minuten per dag. Maar elke dag een paar minuten into Hebreeuws. En dat begint toch zijn vruchten af te werpen. Door de eerste letters van het alfabet, die weet ik nou. En ik kan vader kan ik schrijven en moeder kan ik schrijven. En wat kan ik nog meer? Oh ja, water kan ik schrijven en wijn. Nou, ik begin het een beetje te leren. Oh, Jehovah kan ik nu ook schrijven.
bijzonder hoor, Hebreeuws. Maar wat ik ook aan het leren ben, is de studie van de hel. Dat is wel apart. Dat is niet een onderwerp wat lekker valt in de meeste kerken. Dus veel predikanten, predikers, die mijden dat onderwerp. Want het is zo duister en vervelend. Je krijgt er niet echt een blij gevoel van. En ik ben nu aan het luisteren naar John MacArthur. En ik heb nog niet echt een oordeel hoor. Dus, aan de andere kant is dat juist de leukste fase om het er wel over te hebben. Want op het moment dat ik mijn oordeel helemaal klaar heb en dat ik precies weet hoe ik erover denk, dan kan je zeggen dat is een beetje saai. Want dan weet ik alles al. Want you believe me, op het moment dat ik mijn oordeel klaar heb, dat ik er goed over heb nagedacht en dat je er niks meer tegenin krijgt. En zover ben ik nu nog niet. Ik weet nog niet precies wat het is. Ik kan je vertellen dat als je je leven hebt geleefd zoals de moeder van mijn kind, dat de dood niet aangenaam zal zijn. Ik denk dat mijn conclusie zal zijn dat het leven, dat is een periode in een tijdseenheid van 80 jaar gemiddeld, hè? En daarin bouw je wat op. En wat je Je bouwt op. En dan komt er een dag en dan stopt het lichaam met functioneren. En dan kan je niks meer opbouwen. En dan stopt je hart met kloppen en is het afgelopen. En dan staat het resultaat van je leven staat vast. En dan komt het oordeel. Minimaal van jezelf. Over jouw leven. En als je er nou van uitgaat dat het leven niets meer is dan een toevallige samenloop van atomaire deeltjes. En dat het leven helemaal geen betekenis heeft. Nou, dan is er ook niet zoiets als leed. Want wat is leed nou? In die zin, hè, als het leven niets meer is dan atomaire deeltjes, die hadden ook vrij door het universum kunnen vliegen, maar dat doen ze niet. Bepaalde atomaire deeltjes die zijn samengeklonterd en die hebben een burgerservice nummer gekregen. En een voornaam en een achternaam en een vaste woon- en verblijfplaats. En een gezondheidskostenverzekering verplicht en ja, je kent het allemaal wel. Maar als je in dat soort gevallen, als je het alleen maar hebt over een groep atomaire deeltjes die heel toevallig bij elkaar is gekomen. Ja, dan heeft het, ja, dan zijn dingen als moraal slaat nergens op. Ja, moraal, je moreel gedragen, dat is dan niets meer dan een cultuur. Iets wat je aanhangt.
Net zoals dat je kan zeggen, ik ben voor de Beatles en niet voor de Stones. Doe mij de Beatles maar. Moeder Maria komt naar mij. Sprekend woorden van wijsheid laat het zijn. Ik hou niet van de rollende stenen. Doe mij maar, Moeder Maria komt naar mij. Ja, dat is dan cultuur. En dan doe je dus aardig tegen iemand, want het is jouw cultuur. En iemand anders doet niet aardig tegen andere mensen. Ja, dat is dan zijn cultuur of haar cultuur. Het is een gewoonte, meer niet. Ja, de vraag is of die levensbeschouwelijke houding, dat jij dus niets meer bent dan een toevallige samenloop, samenkomst van atomaire deeltjes, die dan heel toevallig ook nog een burgerservice nummer hebben gekregen en een verplichte gezondheidskostenverzekering. Dat is allemaal toevallig. Dat had ook niet zo kunnen zijn en dan waren die atomaire deeltjes net zo blij geweest. Maar ze zitten nou toevallig in jou. Ja, punt 1, het is een levensbeschouwelijke visie. Die, ja, hoe moet ik zeggen? Ja, die duidt op een ernstig, hoe moet ik zeggen, misfunctioneren van het cognitieve systeem. Ja, dingen zijn toevallig, maar als de postcode loterij elk jaar gewonnen wordt door Schaarsbergen West, dan is er niet sprake van toeval, maar van fraude, snap je? Ik bedoel, vlak voor die aanslagen van 11 september bijvoorbeeld, toen werden er heel veel poetopties gekocht van vliegtuigmaatschappijen. En een poetoptie, daarmee koop je het recht om een aandeel te verkopen tegen een bepaalde prijs. Dus een aandeel gaat, zeg maar, voor $40 over de toonbank. En dan koop jij een poetoptie om dat aandeel te mogen verkopen voor $38. Ja, die poetoptie die kost je dus helemaal niks. Want een gewoon aandeel gaat voor 40. Dus als jij het recht wil hebben om dat voor 38 te verkopen, ja, dan heb je een recht gekocht van niks. Dus zo'n poetoptie is hartstikke goedkoop. Maar als de aandelen van de vliegtuigmaatschappijen in één keer gaan kelderen naar $20... en jij hebt de rechten gekocht om aandelen te verkopen voor $38... dan ben je bingo. Ja, dan loop je binnen. Dat is de truc van de poetoptie. Dus als je vermoedt dat een bepaalde business onderuit zal gaan tussen nu en zoveel dagen, weken, maanden, dan moet je poetopties kopen. En als dan die business onderuit gaat, dan zijn die poetopties plotseling heel erg veel geld waard en die ga je dan verkopen. Dus dan koop je die poetopties in als die poetopties een hele lage prijs hebben. En dan gaat die business gaat helemaal to the docks. En dan worden die poetopties heel veel waard en dan ga je ze verkopen. Dat is de truc. Nou, en dat er dus heel veel poetopties gekocht zijn vlak voor die aanslagen van 11 september, dat wordt afgedaan als toeval. Ja, als toevallig. Maar het is helemaal niet toevallig. Want in de dagen vlak voor die aanslagen zijn er nog nooit zoveel poetopties verkocht of gekocht voor vliegtuigmaatschappijen. In de hele geschiedenis van de poetoptie niet. Dat is nog nooit gebeurd. Met andere woorden, dat was helemaal niet toevallig. Daar zat een idee achter. Daar zat voorkennis achter.
Oh ja, dus een Osama Bin Laden heeft dan die poetopties zeker gekocht, Perry? Nee. Deutsche Bank, onder andere. Weet je wel, die een bank, daar weet je, Deutsche Bank, de Duitse bank. Deutsche Bank en nog wat Amerikaanse banken. Want westerse maatschappijen hebben die poetopties gekocht. Geen kameelrijders uit de woestijn. Hé, man. Maar dat wordt dan afgedaan als toeval. Ja. Nou, als jij dat ook gelooft, dan ben je gek. Ben je gek gewoon. En als jij gelooft dat jij niets meer bent dan een toevallige samenloop van atomaire deeltjes, dan ben je gekker dan dat. Ja, dus als je gelooft dat die poetopties die vlak voor, in die dagen vlak voor 11 september gekocht werden, de waanzinnige hoeveelheden, dat het toeval was, dan ben je gek. En als je denkt dat jouw lichaam ook toevallig bij elkaar gekomen is, dat het allemaal toeval is, dat al die atomaire deeltjes zitten waar ze horen, dan ben je zo gek dat je eigenlijk zou moeten horen, ja, bij zo'n instantie als waar ik vanmiddag naartoe ga. Dan ben je knettergek. Hij kan het niet mooier maken voor je, hoor. En veel mensen die denken er zo over omdat er anders over denken, namelijk dat het leven een doel heeft en een nut heeft en dat het leven het gevolg is van een wil. Ja, dat zadelt jou op met verantwoordelijkheid. Want dan is het leven niet meer toevallig. Nee, dan heb je dat gekregen. Zeg maar dat je het in bruikleen hebt gekregen. En je mag ermee doen wat je wil. Maar het is wel de bedoeling dat je daar wat mee doet. Wat in de ogen van de wil wordt gezien als goed. En dit verhaal wat ik nu hou, dat staat in de Bijbel. En dat wordt, nou, moet je zeggen, mede ondertekend door mensen als Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer en Friedrich Nietzsche. Die alle drie zeggen van ja, dat het leven een toevallige samenloop is van atomaire deeltjes die aan elkaar klonteren en een burgerservice nummer krijgen. Dat klopt niet. Dat verhaal klopt niet. Dat kan niet. Dus er moet een externe factor zijn. Een wil dus. Die dat allemaal gewild heeft. En Schopenhauer heeft gezegd, ja, die wil, die is zachtmoedig. Die wil dat wij zachtmoedig zijn. Zachtmoedigheid. Begrip. Medelijden. Compassie. Dat wil die wil. Nou, zoals de moeder van mijn kind is omgesprongen met mij, met haar eigen kind en met de huisdieren. Het is verre van compassioneel. Het staat gelijk aan misdadig. Het is haar leven. Hè? Het zijn haar vrije keuzes die ze gemaakt heeft. Zij ging vreemd toen ons kind 5 was. Vreemd. Ze ging neuken met de grootste klootzak uit de buurt. Ja, Perry, dus was gewoon, je was jaloers. Ja, inderdaad. Ik was jaloers, ja. Vind je het gek? Het gaat om een kind, het gaat om mijn kind. En zo'n vent die gaat eventjes lopen klootviolen met de moeder van mijn kind.
Ons kind heeft daar veel schade aan opgelopen. En ik vind het niet leuk als iemand mijn kind schade toebrengt. Dan krijg ik gevoelens van jaloezie. Het lijkt mij niet meer dan terecht. En dat de moeder van mijn kind dan op de rug gaat liggen met de knieën uit elkaar voor de grootste debiel van de spijkerbuurt omstreken. Dat is natuurlijk aan haar. Dus zij heeft in deze ook een belangrijke rol gespeeld. Maar die klootzak ook. En hoe gaan die zich voelen als het antwoord komt? Want als je ervan uitgaat dat jouw leven niets meer is, jouw lichaam niets meer is dan een toevallige samenkomst van atomaire deeltjes met een burgerservice nummer en een verplichte volksgezondheidsverzekering. Ja, die dan toevallig kan denken, toevallig kan weten van, oh, het is 6 uur, oh, dan moeten we onder de douche. Ja. Dat is allemaal toevallig. Een absoluut belachelijk idee natuurlijk. Maar je kan dat blijven denken. Ja. En binnen dat kader is het zo dat jij dan denkt dat het jouw lichaam is dat denkt. Dus dan ga je ervan uit dat als het lichaam stopt met lichamelijk te zijn, dus als het hart niet meer klopt, ja, dan treedt de dood in. Dan word je hersendood. Je hersenen doen het niet meer en nou, uiteindelijk begint de boel te rotten. Ja, dan is het voorbij. Hè? Dus dan zou je kunnen zeggen van nou, ik heb eerst een leven en dan heb ik, oh, maak ik van alles mee, oh, maak ik mee, oh, dan maak ik mee, oh. En dan gaat je lichaam dood en dan ervaar je niet meer. En dus het maakt niet uit of de resultanten van je leven, of dat nou een fraai verhaal is of een minder fraai verhaal, want je bent er toch niet bij. Ja? Zoiets van, je gaat naar het casino en dan ga je gokken. En of je nou heel veel verliest of dat je heel veel wint in het casino, dat maakt niet uit. Want op het moment dat de avond voorbij is, jouw leven voorbij is, jouw leven, ja, je lichaam ermee stopt, dat je, ja, rien ne va plus hoor je dan. En het gaat niet meer gaan. Nou, dan ben je toch niet meer bewust, want je lichaam is gestopt met functioneren. En omdat het jouw lichaam was die waarnam, neem jij niet meer waar. Dus ja, hè? Als mijn lichaam sterft, dan neem ik toch niet meer waar. Dus mij treft verder helemaal niks. Ik kan daar geen plezier aan hebben, ik kan er ook geen pech aan hebben. Nou, en de vraag is, neemt jouw lichaam nog waar als... Nee, neem jij nog waar, sorry. Neem jij nog waar als jouw lichaam gestorven is? Dat is de vraag. Als jouw lichaam straks als levend lichaam niet meer is, ben jij er dan nog? En hoe weet je dat? Of dat zo is? Nou, mensen zoals Elisabeth Schwarzkopf, een vrouw met een mooie Duitse achternaam, die heeft daar onderzoek naar gedaan. En ook een Nederlandse arts, en die heet, ik dacht Pieter, of Paul. Ik dacht iets met een P. Maar Van Loon is zijn achternaam. Die heeft er ook onderzoek naar gedaan. En nog meer mensen hebben onderzoek gedaan naar bijna doodervaringen. En die mensen die zeggen dat het ervaren van de mens
dat dat doorgaat als het lichaam niet meer kan ervaren. Dus mensen die lagen op een operatietafel en toen, ja, toen stopte het hart met kloppen en bla 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 bla. En, ja, van allemaal verschrikkelijke dingen. En toen werden ze gereanimeerd. En er zat een behoorlijke tijd tussen. Tussen het moment dat de monitoren alarm, alarm, alarm. En dat er weer een hartslag was. Er zat best een behoorlijke tijd tussen. En dat die mensen één keer bijgekomen precies konden vertellen welke chirurg wat had gezegd. En dat ze zelfs visuele ervaringen hadden. Van ja, en die chirurg die zei dat toen hij linksachter in de kamer stond. Terwijl die persoon met de ogen dicht, terwijl het lichaam van die persoon met de ogen dicht op de operatietafel lag. Ja. En ja, dit zijn dan onderzoeken die zijn dan gedaan. En dan kan jij je vraagtekens bij hebben. En is het allemaal wel goed gedaan? En die mensen kunnen het ook gefantaseerd hebben. En het is altijd erg makkelijk om overal een vraagteken bij te zetten. En dat vind ik ook best hoor, dat je dat doet, dat je zo denkt of zo. Ik kan je vertellen dat als jij straks sterft, dan, nou, als jij dan gelijk, als jij dus een materialist bent, want dat is het dan, hè, een materialist die gelooft dat hij een toevallige samenloop is, waarbij die nou, van atomaire deeltjes en die hebben een burgerservice nummer gekregen en een verplichte volksgezondheidsverzekering. En meer niet. Hè? Nou, en als dan het lichaam, die toevallige samenloop van atomaire deeltjes, als dat stopt met functioneren, dan neem je niet meer waar. En dat is het materialistische standpunt. Hè? Nou, als dat dus waar is, ja, dan zal jij niet weten dat dat waar is. Hè? Want jij stopt dan met waarnemen, dus ja, je kan niet waarnemen dat je niet meer waarneemt. Van hé, het klopt dat ik niet meer denk. Dat kan je dan niet denken. Vat je hem nog? Aan de andere kant, als jij geen gelijk hebt in je huidige materialistische standpunt en jij komt te overlijden, dan ga jij merken dat je na jouw lichamelijke overlijden dat jij nog waarneemt. Ja. En dan? Door wat gaat de moeder van mijn kind dan denken van zichzelf? Zij heeft twee mensen, twee baby's, twee kinderen die in haar buik zaten, laten vermoorden. Ik laat even een pauze vallen, hè? Maar dat heeft ze gedaan. Nou, in dat tweede geval, dat was een kind wat ik bij haar verwekt heb. Was dat kind 14 weken. Dus dat had een hartslag en dus een bloedsomloop. En dus hersentjes en dus van alles. Nou, dat kortom, dat wezentje was lichamelijk aan het waarnemen. Daar kan je van uitgaan. Het is ook al vastgesteld dat kinderen van die hele jonge leeftijd, dus dik 14 weken, dat is 3,5 maand, dat die een pijnsensatie kennen. Die kunnen pijn ervaren. Dat hebben ze geconstateerd toen ze met een camera een abortus gingen filmen. En dat ze konden zien dat
die hele kleine mensjes dat helemaal niet leuk vonden dat er lichaamsdelen werden losgerukt met een vacuumpomp. En dat ze reacties gaven waarvan wij zouden zeggen, ja, ik zou precies hetzelfde doen als volwassen mens, als iemand een been van mij probeert af te rukken. Dan wil ik ook de weg van die situatie. Dan ga ik wild bewegen en dat soort dingen. Nou, dat deden die foetussen ook. Die kinderen. Nou, als het dus zo is dat je nog waarneemt nadat je lichaam heen is gegaan. Ja. Dan hebben die kinderen die zij heeft laten vermoorden ook nog waargenomen nadat hun lichaam naar de Rajpandee was. En die kinderen waren onschuldig. Die hebben niet gezondigd. Die hebben geen klotenstreken uitgevroten. Ze zijn, ja. Ja, dat zijn dingen om je, ja, om op je in te laten werken. En goed te weten waarvoor je kiest in je leven, terwijl je nog wat te kiezen hebt. Het materialistische standpunt van ik wil spullen en ik ben echt een spullenmens en ik wil heel veel, ik ben een materialist en ja, en ik zelf, mijn lichaam, ja, is niet meer als een toevallige samenloop van atomaire deeltjes. En ik maal eigenlijk helemaal nergens om. Ik ervaar geen consequenties van mijn gedrag. Ah. De vraag is of je dat jezelf kan verkopen tegen de tijd dat jouw lichaam ermee ophoudt. En dat jij dan nog waarneemt. En dan kan je over gaan fantaseren hoe jouw waarneming dan zal zijn. Als je geen lichaam meer hebt en je toch kan waarnemen, wat neem je dan waar? Wat zie je dan? En dan kom ik dan terug op dat begrip de hel. En wauw. Ik ga afsluiten hoor, ik ga afronden. Over het materialisme, daar hadden we het over. Ik heb een boek gelezen en het heet het Tibetaans Dodenboek. Dat boek maakte diepe indruk op mij. En dat vertelt dat als jij komt te overlijden, dat je dan een groot wit licht ziet. En het advies is dat je naar dat witte licht toe moet. Dus jij moet een reis maken. Dus als je sterft, dan zie je een groot wit licht. En je moet naar dat witte licht toe. Dus je hebt als het ware een lichaam. Maar je wereldse lichaam is weg. Je bent dood. Maar je hebt dus kennelijk dus wel een locatie. Dus een soort lichaam. En dan moet je met jouw lichaam naar dat witte licht. Behalve dat witte licht, wat heel duidelijk is, is er een hele hoop een hele hoop onduidelijkheid. En daar moet je niet je oog op richten. Je moet alleen maar kijken naar dat witte licht, naar dat wat duidelijk is, en daar ga je voor. En niet kijken naar die onduidelijkheid. Dus het is een stervensbegeleiding boek.
Stervens begeleidingsboek. Maar als je komt te sterven, dan zie je dat witte licht. En dat is het enige waar jij je op concentreert. Je gaat naar dat witte licht toe. En de rest, dat is allemaal onduidelijk. Daar kijk je niet eens naar. Zelfs kijken is killing. Want als je kijkt naar het onduidelijke, dan kijk je niet naar het witte licht. En dan tuimel je naar een niveau lager, waarin de onduidelijkheid nog steeds is. Alleen de duidelijkheid, het witte licht, is niet meer zo duidelijk. En dat is een geel licht geworden. En als je op dat volgende niveau dezelfde fout maakt door te kijken naar de onduidelijke dingen die er ook nog zijn, dan val je naar het derde niveau en zo val je steeds verder omlaag. Ik zal niet verklappen hoe het afloopt. Maar ik kan je vertellen dat in de reeks der onduidelijkheden, hè, zodat je steeds dieper valt, dieper valt, dieper valt, dieper valt, daar komt een niveau waarin ik dacht van, aha, dus hier komt dat verhaal vandaan van Dracula. Graaf Dracula. Aha. Dus het Tibetaans dodenboek. Heel eng. Nou, dit is een mooie uitzending over materialisme. En ik zeg op tegen jullie, levenden op zijn hamburgers. Tjus. En tot de volgende keer, als jullie nog leven.